deze video gaan we kijken naar streamers, naar YouTubers die live worden gespeeld door pro players. Laten we zien naar hun reactie. Daar gaan we. Okay, we gaan beginnen met de eerste. TTV Nanotube versus Vanillas. Oké, okay, wordt gelijk beschoten. Het is nog één van de oudere seizoenen en... I'm shit on. Holy shit. Holy shit. Ja. Nah, bro. In de Solo Cash Cup. En zijn Instagram is Nanoclips. Nou ja, hij wordt hier geklipt door Vanillas. Dus guys, dit is Vanillas. We gaan nu de andere POV zien van de andere kant. Ja, dit is... Oh, koppijn. Ai. No, that is so bad. Yep, that is so bad. Oké, okay, we gaan naar de volgende. Die Dubs versus Buck. Dus dit is die Bukke. Is ook een bekende pro-player. Volgens mij is het best voor earnings op zich ook wel. Dus we gaan het zien. En dit is zeg maar die streamer. En hij speelt nu tegen Bukke. Of Bakke, hoe je het ook maar zegt. Oh. Nee, nee, ja. Je bent lost, je bent lost. Oké, okay, nice. Wait, in playing like this. Dat accent ook, hè? Dat Engels accent. He thinks he's so good. Hij is ook goed. Je bent gewoon geklipt, bro. Oh, hier zie je de Ampo POV. Dit is van die Bukke. Hij is een hele goede speler, boys. Hij heeft 133 HP. Vies. Hij mist twee keer gewoon nog, hè? Hier zit hij nog een kleine 85 en hier stoot hij gewoon volledig zijn hoofd. Kijk dat hoofd van hem. Ja, hij weet het, hij weet. Je bent aangepakt. Oh ja, maar dit ziet er ook zo vies uit, hè? Because I never run into anybody that plays like this. So. Oh my god. Ja, bro, je bent hard aangepakt. Oké, okay, we gaan door naar de volgende. It's Man versus Jamper. Dit was nog in de tijd van de arena, dus. Als je nog een striker pump shot, een mooie tijd. Hij wordt hem laag geschoten. Maar deze man kan er ook wel wat van. Kijk, nu zou ik zeggen, ik durf op geen één iemand van geld in te zetten. Ah, deze gaat choked een beetje. Ik denk dat deze krijgt te verliezen. Oeh! No! The most like zero ping, like. Waarom bleven mensen altijd op ping, man, boys? Ik zou misschien ook niet zeggen van, holy shit, jij was goed. Dat zou ik misschien ook niet zeggen, want je zit toch in een soort van emotie en dan ga je toch misschien zeggen van, je bent zo slecht, man, wat een geluk. Of dan ga je blamen op ping. We gaan nu de andere POV zien. Hoe deze guy hem dus heeft aangepakt. Hij is goed, hoor. Ja, het is zo vies, bro. Het is zo vies. Ja, je hebt hem helemaal aangepakt. He was bad. He was bad, zegt hij ook nog. Oké, okay, we gaan naar de volgende. Please build versus Larsson. Gaat deze man ook geklipt worden? Kom maar eens. No way. Oh, oh! Nah, bro. I need a streamer reaction. Oh, hij wil gelijk een reactie zien. God. Hij gaat dansen. Hij gaat dansen. Go to chat, guys. Oh. I need to put my volume up. En deze man blinkt op zijn volume. Dat zijn volume meer omhoog moest. Dat, hij wil horen misschien nog niets of zo. Nu gaan we door naar een leuke. TTV Flowdeck. Een Flow 6. Tegen Phase 2. Daar gaan we. Phase 2, jullie weten allemaal, is. We horen op dit moment niet zoveel meer van. Maar het was een van de gekste controlespelers. Oké, okay, nu kijken we naar een andere POV. De verloren was van Phase 2. Daar gaan we. Hoe hard was hij geshit? Oh. En nu de koning. Ja, oh. Je weet gewoon al dat. Oh my god. I look like a sweat on his screen. Ook Phase 2 joint zijn chat. Hij zegt GG, bro. Door naar de volgende. Snacky versus TTV Links. Oké, okay, we gaan het zien. We gaan zo meteen ook nog naar een Nederlandse YouTube kijken die pro's heeft gekilled. Blijf vooral kijken. Vies. Vies. Ah, geklipt niet helemaal. Maar wel een goede kill. Wel een goede kill. Ik ben wel gewoon vaak benieuwd naar die andermans reactie. Zo, die kwaliteit komt uit. Volgende. Ik verstand er niet zoveel van. TTV Xenny versus nog één. Oeh. Ah. Oeh, bro, ja. Je bent dood, denk ik. Of hij klutst dit. Of hij klutst dit nog. How did I die, bro? Of hij klutst dit That's nog. That's epic whale. Hij speelt dus tegen die Raid. Oh, die Raid is ook een goede speler. En nu gaan we de andere reactie zien. Ja, je bent dood, bro. Hij wordt volgende week niet. Ja. Oh. Van een ander perspectief ziet het er nog gewoon enger uit hoe die man gewoon geklipt wordt. TTV Spoden versus Mus. Oké. Okay. Ken ik alle twee niet, maar oké. Okay. Oké, okay, daar gaan we. Hij speelt 1v2. Als hij dit... Oké, okay, dit is een pro dus. Ze waren gewoon een beetje aan het hogriden. 17. En hij... Kijk hoor, hij shit hem blijkbaar. I'm oh, slim. Oh my god, Mas Classic. I'm crazy. Oh, wat vies. I'm crazy. Wat een vieze kill. Hij was letterlijk aangepakt. Maar we gaan nu naar de YouTuber Gerlenko. Hij heeft vroeger Fortnite gespeeld. Maar hij heeft gewoon Mograal, Booga, Mitro en Mr. Savage gekillt. We gaan kijken naar zijn perspectief. En volgens mij heeft hij ook de andere perspectief erbij. Dus we gaan het zien. Dit waren mooie tijden. Hier gaat hij dus. Hier gaat hij dus gewoon iemand killen. Dit was sowieso al een fantastische tijd. Maar hier, ik weet niet wie hij killt hier. Maar hij reageert dus op zichzelf. En ik reageer op hij die op zichzelf reageert. Ik weet niet tegen wie hij speelt nu. Hij speelt dus nu tegen een pro.
Zo, die edits ook. Dat was zo'n mooie edit van hem. En nu. Vies? Oh! Oh mijn god. Wie killt hij hier? Atlantis nog iets. Die was vroeger ook aan. We waren hier een solo cashcup aan het spelen. Oké, een solo cashcup aan het spelen waren ze hier. Hij werd gepusht door Booga bij die perspectieve. Oh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het wel eens gezien vroeger. Maar ik weet niet meer hoe dit... Voor de mensen die geleden denken van, wacht, hoe kan je Booga killen? Hij komt uit Amerika. Dat klopt, hij was live en speelde de Europa cashcup zoals ik ook heel vaak de NAE's cashcup heb gespeeld. Oké, dus Booga speelt op de Europa servers. Booga heeft wel hogere ping. Maar oké, we gaan het zien. Je ziet gelijk al gewoon dat iemand zo goed is, hè? Dat zie je gelijk. Ze zijn geboxt, hij wil in mijn box jumpen. Oké, okay, hij heeft hem al hit. Hij heeft hem nog een keer heel goed. Hoorde? Hij heeft hier nog redelijk veel mats. 21. Kijk maar, hier wordt die no-shield. Hij heeft de flopper voor 11 AP. Hij is hier weer 150. En dan deze. Booga. Ziek hoor, als je Booga hebt gekild. Echt lijp. Oké, hier rit Booga hem 31. Nu gaan we vanaf een ander perspectief zien dat Booga hem killt. Maar ik denk dat hij hem ook gewoon... Kijk, hij speelt op. Kun je het ergens zien? Nee, volgens mij is het denk ik ongeveer 100 ping. Kijk, je ziet sowieso dat hij een beetje delay heeft. Kijk, die Booga wil er gewoon in. Van de andere perspectief is het altijd wat leuker. Kijk, dit is slim. Hier. Die piek was vies. Kijk, hier... Is hij 90 AP, maar Booga had Gelenko ook best wel veel gehit. Hij had er geen healing, dus hij moest al pushen. En deze, ja, was vies. Oké, dat was dus Booga. Maar hij heeft ook nog eens Mitro gekillt. Oké, hij zet wel veel pro-plays hier in de game. Hier zie je helemaal hype. We waren helemaal hype, boys. Kijk hoe ik het aan het stressen was. Hij zet wel veel pro-plays in de game. Hij heeft wel 112 AP. Het was een Friday night of zo heette dat. Holy shit. We konden nog geen geld pakken, maar wel punten. We stonden ziek hoog, want die punten waren heel moeilijk om te krijgen. Want besef, hoe hij nu bouwt eigenlijk, was voor die tijd gewoon echt gewoon aan. Maar nu denk je van, hoe dan? Ja, World Cup. Oh, dat was echt wel lang niet. Oh, iemand hier gaat iemand in zijn box. Boom, dood. Oeh, dat was niet de pro. Een tip voor de mensen die een koptelefoon op hebben. Zet even je geluid zacht. Ik zet het alvast. Hij zegt, zet je geluid zachter, dames en heren. Skip het even. Oké, we gaan het zien. Wat elk moment gaat gebeuren, ja. We gaan het zien. Kijk, ik kan weer lachen. Ik vind het alleen maar mooi. We gaan het zien. Hij is blijkbaar, ja, dat. Jullie horen het. Er is ergens nog... Of is het Mongraal? 200 pump. Oh. Secret Mongraal. Pas op voor Joren. Eerlijk, iedereen zou die reactie geven, maar wel gewoon mooi, man. Dat zijn de mooiste tijden ooit. We hebben natuurlijk ook een andere perspectief van Mongraal. Dus die gaan we natuurlijk ook even zien, hoe Mongraal gekild wordt door Gelenko. Oh ja, daar ik zat in deze box. Kijk, hoe maar deze. Vies hoor. Die Mongraal was zo goed, hè. Maar vanaf... Oh, ziek hoor. Oké, we gaan door naar de volgende. Hij heeft dus ook Mitro gekild. Ook, ja, hij is Nederlands ook nog eens Mitro. Dus Nederlander kilt Nederlander. Ja. Oké, daar gaan ze. Het was dus iets van een trio cup. Ze waren met z'n tweeën alive. En hij zit nu de replay te kijken dat hij ergens, hij killde ergens Mitro. Precies, let op. Het werkte. Hij killde hier Mitro denk ik, of niet? Ja, hier killde hij Mitro. Hij was low, maar ja, GG's. Kijk, dit was Mitro, zijn perspectief. Hij was zo low. Hij had toch geen match meer. Volgens mij. Maar, of wel? Oh ja, 40 mats. Hij heeft ook nog eens Mr. Savage en Horde Fighter gekild. Dat zijn de laatste. Bro, deze man heeft veel pro's gekild. Ik zeg je eerlijk, hij was aan. Hij was aan en nu verkoopt hij cursussen. Oké, daar gaan we. Was dit Horde Fight? Dat zou je niet zeggen. Het zag er echt uit als een bot. Maar nu kult er dus ook nog Mr. Savage. Oh, hij is low. 79 in de box. 79 AP. Bij de trap. Oh. Mr. 7M. Oh, die traps waren ook ziek hoor. Die traps waren ook ziek. Wat een tijden waren dat. Laat weten of ik vaker een reactievideo moet maken. Heb je tot hier gekeken, ben je een legend? Typ dan even belletje gang in de comments, want je hebt sowieso dat belletje aan. Zodat je niet de dagelijkse upload mist van deze maand. En dan check ik jullie bij de volgende video weer. Dames en heren, de groeten.